ben Sarah van Max Groningen en vandaag laat ik jullie een 2-slaapkamer-appartement zien aan het Hoornse Diep. We bevinden ons aan de Rivierenbuurt. Het centrum is ongeveer op 5 minuutjes fietsen. Het hoofdstation is ook erg dichtbij, daar ben je met 3 minuten fietsen. En de supermarkt is ook hier om de hoek. Laten we binnen even een kijkje nemen. Als we verder gaan met de video, controleer of u al geabonneerd bent op dit YouTube-kanaal. U notificaties aan heeft staan, zodat u een melding ontvangt bij een nieuwe upload. Bij interesse van een van de panden, ga naar onze website, selecteer Groningen, zoek de advertentie naar wens en laat kosteloos uw gegevens achter via de website. Zo, we zijn aangekomen op de 3e etage. Hier bevindt zich het appartement, dus we lopen deze kant op. Zo, we zijn aangekomen in het appartement. We bevinden ons nu in de hal. Hier is genoeg plek om je jas of je schoenen op te bergen. Gaan we door eerst naar de woonkamer. Nou, het is een ruime woonkamer die vrij in te delen is. Je hebt hier bijvoorbeeld plek voor een bank, maar je zou er ook een eettafel kwijt kunnen. En zelfs als je nog aan het studeren bent, dan kan je hier ook je bureau kwijt. Zoals je ziet is er een grote raampartij. We gaan nu door naar slaapkamer 1. Die bevindt zich achter dit leuke tunneltje. Nou, in slaapkamer 1 is genoeg plek voor een bed, voor een kast. Het is natuurlijk vrij in te delen. En hier bevindt zich ook een balkon. Zo, hier is het balkon. Gaan we nu door naar slaapkamer 2. Via de hal door naar slaapkamer 2. Slaapkamer 2 is net iets ruimer en heeft ook nog opbergkasten, zodat je hier niet meer een kast in kwijt hoeft. En er is nog genoeg plek voor een bed en een bureau. Gaan we nu door naar de keuken. Hier bevindt zich de keuken. De keuken heeft 4 gaspitten met een oven. Er is genoeg opbergruimte. En hier bevindt zich ook de douche. Neem maar even een kijkje. Achter deze deur bevindt zich nog opbergruimte waar je bijvoorbeeld je koelkast of je vriezer neer kan. En via de hal bevindt zich hier de wc. En je hebt achter deze deur nog plek om je wasmachine kwijt te kunnen. En zelfs nog een droger als je dat graag hebt. Dan gaan we even terug naar de woonkamer om de video af te sluiten. Mocht jij geïnteresseerd zijn in het leuke appartement, laat dan vooral even je reactie achter op onze website. En hopelijk zie ik jou bij een van onze bezichtigingen.